Ik hecht waarde aan goede communicatie, dus met andere schepen, maar ook met de sluizen. Dus, En als je de marifoon op kanaal 10 hebt staan of in sluizen aangegeven, het kanaal 20 of 22, dan heb je informatie rondom je heen en dat is dan wel prettiger om met varen, moet ik zeggen. Nu is het zelfs verwarrend, omdat er een deel heeft marifoon en een deel heeft geen marifoon. Het mooiste zou zijn, allemaal marifoon, allemaal uitluisterplicht. Goede communicatie op de vaarweg is niet alleen handig, maar ook erg belangrijk. Door een goede communicatie via de marifoon zijn vaarweggebruikers op de hoogte van belangrijke informatie over de route die ze volgen en informeren ze elkaar over wat ze doen. Voor de beroepsvaart is het gebruik van een marifoon verplicht. En als ook andere vaarweggebruikers over een marifoon beschikken, neemt de veiligheid op het water verder toe. Een marifoon kan ook heel praktisch zijn. De sluismeester geeft bijvoorbeeld informatie over wachttijden, de actuele situatie bij een sluis en de volgorde van het invaren van de sluis. Informatie die veel voor u kan betekenen. Hier de groene lichtjes voor me, is het toegestaan om in te varen. Nou, en je kunt mee in de bakbossluis. Dan blijft ze weer in de sluis achter dat duwstel. Schipper, goedemorgen. Verder bovenstrooms is het scheepvaartverkeer in verband met een incident gestremd. Ik verzoek u vriendelijk om hier lichtplaats in te nemen. Doen we. Oké, kom ik voor. Bij incidenten kunt u via de marifoon sneller op de hoogte worden gebracht van beperkingen, stremmingen of gevaarlijke situaties. En zo eerder en effectiever reageren. Opvarende recreatievaart Harm Rut ter hoogte van kilometer 12 Rijkswaterstaat roept u. Zonder marifoon kunt u niet snel gewaarschuwd worden. 1200 meter bovenstrooms, daar is een aanvaring plaatsgevonden. Een mobiele telefoon maakt alleen contact mogelijk met één persoon waar u het nummer van heeft. Bijvoorbeeld van een sluismeester. Met de marifoon kunt u direct met de andere vaarweggebruikers en instanties om u heen communiceren. Door goed marifoongebruik worden de overige vaarweggebruikers ook geïnformeerd over uw voornemens en uw afspraken met andere vaarweggebruikers. Gebruik een marifoon wel verantwoord. Luister altijd uit en verstoor het marifoonverkeer niet. Houd het kort en bondig. En gebruik de marifoon alleen als dat nodig is. En dus niet voor sociale gesprekjes. Voor het gebruik van de marifoon is een bedieningscertificaat verplicht. Er zijn ook kleine handzame marifoons verkrijgbaar die waterdicht zijn en blijven drijven. Het gebruik van een marifoon betekent meer grip op de situatie. Omdat u uitluistert, weet u altijd wat er om u heen gebeurt en kunt u direct reageren.